hoekom ons beleid in navigasietoerusting is, omdat ons in hierdie sandgrond werk met een spoorverkeersstelsel, moes ons alle jaren met een speciale trekker merk en dan moet die lippers kom en die navigasietoerusting moet die auto steer, het die merkproces uitgaan. So ons het net nodig gehad om met een ripper te werk, so ek het 2 extra driverspaar gehad, het het die enorme tydbesparing gehad op daardie stadium en hou dan met trekker gespaar. Besparing gewys het ons reuse besparings gehad. Die feit dat ons kon wegbeweeg van 2 trekkers wat ons in ons stelsel moes gebruik om te rip, na net 1 trekker toe, omdat die RTK so akkuraat is, het het 'n duidelike besparing in kapitaalinvestering gehad. Aan die brandstofverbruikkant is het toch duidelik dat mens van 2 trekkers wat moet loop na 1 toe 'n besparing het. En dan verder het ek meer personeel losgehad, want waar ek 4 mense nodig had om te rip, het ek nou net 2, en die 2 ander personeellede kon ek op 'n ander plek benut. Die presisie toerusting wat ons huidiglik benut is, ons begin op ons stroopproces waar ons opbrengsmonitors het om ons opbrengs te bepaal en dan van daar af 'n potensiaalbepaling te doen. Ons gebruik op ons rippers met die navigasietoerusting. En dan verder ook op ons kalkstrooier het ons presisietoerusting om akkuraat te strooi. En dan met ons pre-planting gebruik ons om ons kunsmisvariering toe te dien. As ook op ons planters gebruik ons om ons saadvariering toe te dien. So ons benut huidiglik die hele presisieboerderyproses van oes tot plant en bemesting.